Kijk als eerste naar het onderste plaatje. Ik heb een cirkel getekend met middelpunt M. En ik wil nu bijvoorbeeld het volgende weten. Wat is de afstand van punt A tot aan de cirkel? En wat is de afstand van punt B tot aan de cirkel? Nou, bij afstand moet je altijd denken aan kortste afstand. Dus wat kan ik nu het beste doen? Ik kan vanuit punt M het beste een lijn tekenen. Door punt A. Die de cirkel snijdt. Nou, en wat definiëren we nu als de afstand van A tot de cirkel? Dat is dit stukje hier. Dit is de afstand van A tot aan de cirkel. Nou, en waar is dat nu gelijk aan? Nou, dat is eigenlijk heel simpel te zien. Dat is gelijk aan de straal van de cirkel min de afstand van A tot punt M. Als ik dat namelijk ervan afhaal, dan ook precies dat lijnstuk over wat ik wat dikker ingekleurd heb. Nou, dat is als het punt in de cirkel ligt. Als het punt uit de cirkel ligt, kan ik hetzelfde doen. Kan ik ook weer een stippenlijn tekenen. En dan is dit de afstand. De kortste afstand van het punt om tot aan de cirkelrand te komen. Wat moet ik nu doen? Het lijkt er een beetje op, maar het is precies andersom. Nu moet je juist eerst de afstand van B naar M uitrekenen. En nu moet je de straal ervan afhalen. Dus je kunt nog altijd met een plaatje zoals ik dat hier doe, dat beredeneren. Je hoeft die formules niet uit het hoofd te kennen. Als je ze wel kent of wat sneller kunt beredeneren, scheelt het natuurlijk wel wat tijd. En dan gaan we nu een opgave maken. Stel, we hebben lijn K. Dit is lijn K. En lijn K die heeft de formule vorm x plus 4y is gelijk aan 16. Er zijn twee cirkels getekend. Die raken allebei de x-as. En de middelpunten gaan door deze lijn. En nu is bijvoorbeeld de vraag, wat is de afstand tussen die twee cirkels? Ik zal even aangeven, wat zou die afstand zijn? Dat is dit stukje hier. Dit is de afstand tussen die twee cirkels. Dus ik wil eigenlijk de lengte van dit lijnstuk uitrekenen. Nou, wat is ook gegeven? De x-coördinaat van m1, dat is gelijk aan 1. En de x-coördinaat van m2 is gelijk aan 9. Anders kun je de opgave niet maken. Je krijgt natuurlijk wel altijd voldoende gegevens om die opgave te kunnen maken. Nou, dat kan ik als volgt aanpakken. Doordat de x-coördinaat van m1 gegeven is, kan ik natuurlijk de y-coördinaat achterhalen. Ik kan dat natuurlijk in de formule van k gaan invullen. Nou, wat geeft dat? 1 plus 4 keer. Nou, dan krijg je natuurlijk de y-coördinaat van m1. Dat is gelijk aan 16. Dan kan ik links en rechts 1 ervan afhalen. Dus dit is 15. Dus de y-coördinaat van m1 is gelijk aan 15 gedeeld door 4. En dat is 3/3. Dus wat volgt hieruit? De straal van de eerste cirkel, die is gelijk aan 3/3. Want er is gegeven dat deze cirkel de x-as raakt. Dus als die een y-coördinaat heeft van 3/3, dan is dat natuurlijk ook gelijk aan de straal van de cirkel. Nou, en wat kan ik hier ook uit concluderen? Het middelpunt, dat wordt natuurlijk dan 1,3/3. Nou, dit kan ik ook bij de tweede cirkel doen. De x-coördinaat van m2, dat is 9. Nou, wat krijg ik dan? Dan krijg ik de vergelijking 9 plus, ik zal het even wat netter opschrijven, 9 plus 4 keer de y-coördinaat van m2, dat is gelijk aan 16. Dus je krijgt nu 4 keer de y-coördinaat van m2. Links en rechts 9 ervan afhalen. Hou ik hier 7 over. En de y-coördinaat van m2 is dan 7/4. Oftewel 1/3. Soortgelijk als net kan ik nu concluderen. Straal 2 is dan gelijk aan die y-coördinaat. 1/3. En de coördinaat van m2, dat wordt dan 9,1/3. Nou, wat ga ik nu nog als tussenstap uitrekenen? Wat is de afstand tussen m1 en m2? Waarom? Als ik die afstand weet, dan hoef ik eigenlijk maar de stralen ervan af te halen. En dan heb ik mijn antwoord. Dan hou ik namelijk dit lijnstuk over. En zo zou je ook de opgave kunnen beginnen met terugpuzzelen. Met hoe kan ik deze lengte achterhalen? Ja, door de afstand van m1 naar m2 te achterhalen. Maar dan heb ik dus de coördinaten van m1 en m2 nodig. En de stralen heb ik nodig. En dan kan ik verder. Nou, waar is dit gelijk aan?
Nou, je gebruikt hier de wortelformule weer. Nou, de punten staan nu al bijna boven elkaar, m1 en m2, dus ik ga het nu niet apart opschrijven. Nou, de x-coördinaten van elkaar afhalen, dat wordt 9 min 1. Tussen haakjes in het kwadraat, plus nou, de y-coördinaten van elkaar afhalen, dat wordt 1 3 vierde. Min 3 3 vierde in het kwadraat. Nou, dat komt wel mooi uit dadelijk. 9 min 1 is 8, 8 kwadraat is 64. Dit rechterstuk, dat is min 2, maar het kwadraat van min 2 tussen haakjes is plus 4. Dus dit wordt de wortel van 68. Nou, en nu kan ik de vraag beantwoorden. Wat is de afstand van cirkel 1 tot cirkel 2? Nou, dat is gelijk aan de afstand van m1 naar m2 min straal 1 min straal 2. Dat is ook een reden dat ik dit nooit uit mijn hoofd leer. Want het kan per opgave natuurlijk een beetje verschillen wat je moet doen. Dus het gaat er vooral om dat je dit ja, in ieder geval in je achterhoofd houdt. Maar stel dus per opgave de juiste vergelijking op. Nou, dit was gelijk aan de wortel van 68 min 3 3 vierde min 1 3 vierde. En bij deze opgave was bijvoorbeeld gegeven een rondje eind wordt af op 2 decimalen. En dan kunnen we dat intypen op de rekenmachine en dan ronden we dat af op 2 decimalen en dat is dan 2,75. Nou, hopelijk vond je dit een goede video. Abonneer je dan op mijn kanaal, dan blijf je altijd op de hoogte van de laatste video's.